Maar jouw reden dat je daar werd uitgenodigd was dus dat we steeds minder kennis hebben van geschiedenis. Ja, en dat was allemaal aangestoken eigenlijk door dat punt van die Bonifatius. Die in 754, zelfs dat weten we niet zeker, 755, bij Dokkum vermoord is. En ja, dat was vroeger een vast punt in het jaartallenboekje. En je kunt je ook wel voorstellen dat in een christelijk Nederland dat ook wel een zekere relevantie had. Omdat eigenlijk de kerstening van Nederland is vanuit Engeland begonnen. Die Bonifatius was ook een man die uit Engeland kwam. En die eigenlijk in opdracht van de paus, in opdracht van Rome, de kerstening van deze provincies ter hand had genomen. Hij was trouwens een hartstikke oude man toen hij daar bij Dokkum vermoord werd. Niemand weet ook precies door wie. Door rovers of door heidenen, God mag het weten. Maar goed, vroeger was dat een vast punt, net als 1600 slag bij Nieuwpoort. Of dat nou allemaal zo essentieel is, weet ik niet. Mijn opmerking betrof meer in algemene zin de evidente afwezigheid van serieuze historische kennis. Ook ten aanzien van het recente verleden. We hadden toch laatst dat iemand Joop den Uyl niet herkende of ook helemaal niet wist wie het was. Dat je denkt, nou ja, straks weten ze ook niet meer wie Ruud Lubbers was of Wim Kok. Of, nou ja, dan begint het wel een beetje vreemd te worden allemaal. Ik vraag nog wel eens in zalen van herinnert u zich Balkenende nog? Maar dan gaat meestal een braaf gelach op. Ja, ze weten nog wel. Het publiek is ouder natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk wel veel 50-plussers in de zaal. Ja, maar dus ik vraag er altijd naar. En die weten natuurlijk wel hoe het met Joop den Uyl gesteld is. Maar omdat wij natuurlijk veel mensen in de slimste mensen hebben die betrekkelijk jong zijn. Die vaak uit de media-industrie komen in de breedste zin van het woord. Met de radio, werken, televisie of nou ja, dat. Ja, daar zit natuurlijk die recente geschiedenis zit daar slecht in. Dat valt eigenlijk aan die personen niet zo specifiek te verwijten. Omdat ze het niet op school geleerd hebben. Ik weet niet precies wat ze op school leren, maar daar zou je ook, je zou over het curriculum, het historische curriculum, zou je eens goed moeten nadenken. En dan was eigenlijk mijn belangrijkste punt, dat op middelbare scholen heb je die profielen. En in twee profielen zit helemaal geen geschiedenis. In het derde profiel zit wel een beetje geschiedenis. Alleen in het vierde profiel zit echt geschiedenis. En, nou ja, of dat op de juiste wijze aangepakt wordt, daar heb ik ook mijn twijfels over. Want dan is de vraag, wat zou je dan inhoudelijk eigenlijk moeten weten? En daar ben ik sterk geneigd om te zeggen, leg mensen uit hoe de samenleving waarin wij nu leven tot stand is gekomen. In casu de industriële samenleving. De tweede grote revolutie waar de mensheid een onderdeel van is. De eerste was de agrarische revolutie, kun je eventueel ook iets over zeggen. Maar leg in wat groter verband uit hoe structureel samenlevingen veranderen. Maar nu las ik bijvoorbeeld een stukje bij de Correspondent, dat was een kritisch stukje over het geschiedenisonderwijs. En daar was natuurlijk weer de bekende, sorry, politiek correcte opvatting. Ja, het ging allemaal over witte mannen en ja, zo. Ging, ja. Ja, jammer nog was James Watt een witte man en de uitvinder van de stoommachine was ook een witte man. Dat was namelijk allemaal Engelsen. En al die uitvinders die wij behandeld hebben waren ook allemaal witte mannen. Dat is wel een beetje een probleem natuurlijk. Dus die schrijver van dat kritische stuk op de Correspondent zei, ja, we moesten ook iets doen aan de Maya's en aan de Ming-dynastie en aan de Indianenculturen en aan de Afrikaanse koninkrijken voor het Europese koninkrijk. Ja jongens, dat gaat niet. Hè? Probeer je te beperken tot die dingen die daadwerkelijk ook een zekere relevantie hebben voor mensen die nu naar de wereld kijken. Maar ik las ook wel iets, Maarten, dat ze zeiden van als een witte man de geschiedenis vertelt, lees Maarten van Rossum, dan doet hij dat natuurlijk met zijn witte mannenbril op. En misschien moet je ook de geschiedenis laten vertellen. Ik heb helemaal geen witte mannenbril, want ik heb tegenwoordig plastic lenzen in mijn ogen. Ik weet niet precies wie die gemaakt heeft, maar in ieder geval, het zal ook waarschijnlijk ook wel weer door witte mannen zijn. Ik probeer juist uit te leggen dat als je een industriële samenleving, of als je daaraan beknopt, dit moet allemaal beknopt, je begrijpt ook wel. Je kunt daar niet jaren en jaren gaan uitpakken over de grote problemen van het historische onderzoek. Maar als je natuurlijk de industriële samenleving op de kepen beschouwt, kun je nou juist wel een soort planetaire geschiedenis schrijven. Omdat niets en niemand op deze planeet zich kan onttrekken
aan de industriële samenleving en zijn neveneffecten. Maar zouden we niet een gekleurde Maarten van Rossum ook erbij moeten zetten die meedenkt van... Waarom zou een godsnaam, wat maakt het voor verschil? Die man die zal dezelfde conclusies trekken als ik en doet hij dat niet, dan is er iets mis met zijn opvatting. Nou, misschien door zijn achtergrond. Dan krijg je wat ik laatst las, dat onze hele welvaart te danken was aan de slavernij. Dan denk je ook, kom op jongens. Waarom nou toch altijd weer die hysterie, altijd het doorschieten... Altijd het wonderlijke fanatisme van onze cultuur. Maar laat ik dan een voorbeeld noemen van Apple. Als ze daar producten maken, dan zetten ze daar westerse mensen bij, maar ook Aziatische mensen, omdat die toch andere dingen noemen, zodat je het beste dat product krijgt. Dat geloof ik graag, vooral omdat ze die handel in China natuurlijk moeten verkopen. Dus daar ben ik helemaal niet verbaasd over. Ik vraag me wel af in hoeverre zit een in Vietnam te verkopen iPhone fundamenteel anders in elkaar dan diezelfde iPhone die in Nederland verkocht wordt. Dat zou ik wel eens willen weten. Maar als je dit vertaalt naar de geschiedenis, dan kun je zeggen, jij noemt de dingen die jij door jouw achtergrond belangrijk vindt, maar iemand anders vindt misschien andere dingen belangrijk die net zo veel waarde hebben om te weten. Dat zou kunnen, maar daar hoor ik dan graag over. Als dat vaag blijft, ja, ik heb ook nog eens een boek gelezen over de unieke wetenschappelijke ontdekkingen die in Afrika waren gedaan, waarbij ik ook dacht, kom op jongens, er zijn grenzen aan onze politiek correcte overwegingen. Maar jij denkt dat jij met jouw achtergrond een goede inschatting kan maken? Het is heel spijtig dat ik het zeggen moet, maar de industriële revolutie is grotendeels een product van West-Europa. Hmm. Dat ding zich heeft uitgebreid over de ganse planeet. Dat onze gedachten, dat alleen wij dat konden, dat die volkomen onjuist bleken te zijn. Dat toonde Japan natuurlijk al aan in de late 19e eeuw. Die konden het net zo goed. En nou ja, wij zitten, laten we dat even nog ons Audietje erbij halen. Wij zitten in een Audietje en ook tot onze verbazing bleek eigenlijk dat de Japanners ons geleerd hebben na de oorlog dat je auto's nog solider in elkaar kon zetten dan Duitse auto's in elkaar gezet zijn. Dus ja, dat heeft ook ongetwijfeld naar mijn idee een culturele component. En vervolgens is nog eens te meer gebleken dat als je het goed organiseert, dat je overal een hele voortreffelijke kwalitatief hoogstaande industriële productie kunnen realiseren. Dat is dus een wereldwijd verschijnsel. Mm. Misschien dat ze sommige dingen anders doen. Ik heb wel eens begrepen dat in Japan dat je daar het fabriekslied moet zingen voordat je 's ochtends aan de slag gaat. Dat zouden wij vrij eigenaardig vinden. Je eerst het Unilever lied moet zingen voordat je de margarine gaat verpakken. Maar in Amerika niet. Volgens mij doen ze op school daar nog iedere dag het volkslied zingen. Ja, zeker. Daar hebben ze een soort van de eet aan de vlag brengen ze daar. Ja, daar ben ik... Reinhard Oelemans die vertelde dat laatst. Die werd geïnterviewd door Frank Evenblij. Die zei, mijn kinderen die zingen iedere dag het volkslied. Ja. En hij vond dat ook goed, zei hij. Ja, ik niet. Ik ben daar niet zo voor. Nationalisme is onvermijdelijk. Maar we moeten dat niet gaan aanpunten en suggereren dat er een soort diepere geestelijke vervulling ligt in het feit dat je tot een bepaalde natie behoort. Maar hij zei, mijn kinderen zijn daardoor wel als trots op. Als ik in België was opgegroeid, dan was ik een hele gezellige Belg geworden. Maar dat je trots bent op je land, dat is toch niet verkeerd? Daardoor? Nou, dat vind ik vrij stomzinnig, want dan komen we weer bij dat hele probleem. Trots en schuld, allebei hetzelfde. Ben je schuldig voor wat je land doet? Nee, de meeste mensen niet. Ben ik trots op wat Nederland doet? Nee, we hebben het wel eens over dat stomme voetbal gehad. Het Nederlandse elftal wordt wereldkampioen. Nou ja, dat zal voorlopig niet gebeuren. Maar goed, gesteld dat, ben ik daar dan trots op? Nee. Ze kunnen die jongens die dat team hebben, die gespeeld hebben en het doelpunt hebben gemaakt, er trots op zijn. Wat mij betreft, prima. Stuur ze allemaal een extra stroopwafel. Helemaal geen probleem. Maar ik ben daar niet trots op. Nee, waarom? Ik kan helemaal niet voetballen. Waarom zou ik er trots op zijn? Nog even terug naar de geschiedenisvertelling. Hè. Denk jij dat jij zonder vooringenomenheid de verhalen kunt vertellen? Ja, zeker denk ik dat. Absoluut. En waarom denk je dat? Omdat natuurlijk de redelijkheid ervoor moet zorgen dat je niet vooringenomen bent. Ik ga natuurlijk niet vertellen. Nou ja, als je maar even naar de wereldgeschiedenis kijkt, dan zie je één ding. Dat is niet te missen, namelijk de unieke rol die Nederland heeft eigenlijk gespeeld. Sinds de Batavieren hier op een houtvlot het land binnendreven. En ook meteen wisten dat ze in Nederland waren. Sprak ook een stem uit de hemel. Die zei, u bent er eindelijk. Ze hieven het Wilhelmus aan. En nou ja, daarna hebben wij alles goed. Nee. Juist nationalisme moet je zien te vermijden. In laten we zeggen, in een historische analyse.
zijn de Engelsen uniek? Nee, je moet niet uitleggen dat de Engelsen uniek zijn omdat de eerste stoommachine een product van een Engelsman was. Je moet uitleggen waarom zich dat in Engeland heeft voorgedaan op die wijze en op dat moment. Mm-hmm. En hoezeer bijvoorbeeld de wetenschappelijke wereld eigenlijk gedeeld werd in heel Europa. He, die stoommachine zou niet ontwikkeld zijn zonder inzichten die in Italië waren ontstaan, die in Duitsland waren ontstaan. Ja, dat moet je er allemaal bij zeggen. Nog even over het geschiedenis. Ik ben juist en ik heb ernstige bezwaren. Ook toen ik studeerde werd, had je in Nederland toch, als het over Nederlandse geschiedenis ging, had je ook van, nou, we hadden toch die opbouwfase, die wederopbouw in Nederland, dat was toch hartstikke uniek. En dat lag aan onze christelijke discipline en dat we allemaal keihard hadden gewerkt. Ik weet wel dat ik op een goed moment las ik een stuk van een buitenlander overigens, over de wederopbouw in West-Europa. En die zei, kijk naar de cijfers, in al die landen is dat ongeveer op dezelfde manier, met dezelfde percentages en hetzelfde succes. Heeft zich dat voltrokken? Ik moet zeggen dat mij de schellen wel een beetje van de ogen vielen. Want we zijn niet uniek. Nee, helemaal niet. Die Belgen hebben het ook prima gedaan. Terwijl wij natuurlijk, ik altijd denk dat die Belgen, nou ja, een beetje rommelig volk toch. Ja, god, België, dan denk je toch meteen aan incompetentie en slecht wegdek en dat soort dingen. Nee, die Belgen, dat is een heel succesvolle economie in allerlei opzichten. Je hebt er in de Maarten nog over geschreven. Ja, zeker. Je moet België niet onderschatten. Wie bepaalt eigenlijk wat wij voor geschiedenisonderwijs geven en wat we wel en niet behandelen? Nou, dat is enorm complex. Vooral natuurlijk omdat we door de opkomst van het populisme in Nederland eigenlijk een nieuwe golf van moeten we niet meer doen aan geschiedenis, onderwijs, onze identiteit. De kanon van de Nederlandse geschiedenis, 50 venstertjes, doe ze open, dat hadden we nooit naar moeten beginnen. De geschiedenis bestaat niet uit 50 venstertjes, dat is gewoon flauwekul. Zelfs die tijdperken die Pieter Rooij verzonnen heeft, daar heb ik ook wel, dat is ook wel een beetje magere kost. Eerlijk gezegd. Maar bepaalt iedere school dat zelf? Of legt nee, de nee, nee, erop? Nee. Die tijdperken die zijn verwerkt in allerlei methodes. En ik begreep dat aan de kanon ook relatief veel aandacht besteed wordt. Maar welke organisatie bepaalt het dan? Wie dicteert dit moet je onderwijzen? Waarschijnlijk een of andere commissie. Ik hoop die op enige afstand van het ministerie staat. Ik heb geen flauw idee hoe dat precies in elkaar zit. Maar ik vind wel dat er wel eens wel een frisse wind doorheen mag. En dat het ook wel iets minder nationalistisch kan, ja. En jij noemde ook nog in het interview bij Op1, noemde jij op een gegeven moment een scheiding. Hè? Van na dit moment is dat onderwijs veranderd. En daardoor weten bijvoorbeeld de kandidaten van de slimste heel veel zaken niet meer. Dat is fameus onderzoek, maar dat betreft de Mammoetwet. Want de Mammoetwet heeft voor die profielen gezorgd. Er waren helemaal geen profielen. Dat wil zeggen, ik heb bijvoorbeeld gymnasium Bertha gedaan. En na de derde klas hadden wij geen geschiedenisonderwijs meer. Ik heb geen eindexamen geschiedenis gedaan. Dat ik dan toevallig uiteindelijk historicus ben geworden, heeft overigens te maken met een fantastische leraar in de eerste en de tweede klas. Ik las ook ergens door mijn verbazing. Ja, dat was geloof ik ook in dat kritische stuk. Er werd niks gedaan aan Sumerië en de oude Egypte. Er werd bij ons enorm veel gedaan aan Sumerië en het oude Egypte. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst al die spulletjes zag in het British Museum, waar ik plaatjes van had gezien. Uitgeknipt, in een schriftje geplakt. Man, de tranen sprongen me in de ogen. Toen ik die spullen zag die ze daar in dat ik wist nooit wat je zeggen moest, onder het zand vandaan hebben gehaald. En Philip noemde ook nog, wij moesten echt stampen. De jaartallen en dan is dit ja, gebeurd. Ja, dat was het bekende jaartallenboekje. Of wat ik overigens ook kon. Ja, wat had je, 4-14-33 was dat niet de zoen van Delft? Ja, wij dachten, het werd helemaal niet goed uitgelegd, dat Jacoba van Beieren daar dus Philips van, Philips van Bourgondië was gaan zoenen. Ja, nu kom ik op heel dun ijs, moet ik je zeggen. Dat dachten wij als kinderen, het heette de zoen van Delft. Maar je begrijpt, het was een politieke verzoening en niet de zoen. Ja, hoewel dat natuurlijk ons idee eigenlijk een stuk leuker was. Ja. Dat Jacoba van Beieren daar eens lekker ging zoenen. Hey, maar dan toch even, dit is een beetje een moeilijke vraag, maar wat zou je dan nu moeten weten van de geschiedenis om goed te kunnen functioneren in de maatschappij? Nou ja, precies, daar heb ik wel over nagedacht. En dat betekent toch dat je een hoop moet laten vallen naar mijn idee en dat je duidelijk moet maken
in de ruimste zin zou ik zeggen, kun je iets doen aan de eerst dat we jagers verzamelaars waren. Daar hoeft niet zo heel veel aandacht aan te worden besteed. Aan de agrarische revolutie, die in feite en vervolgens aan de industriële revolutie. En die industriële revolutie heeft onze wereld grondig veranderd. Wij zitten hier in twee microfoons te toeteren. Die zijn naar die microfoon, de eerste microfoon, die is halverwege de 19e eeuw. En Edison had al hele bruikbaar, nou, daar hebben we het over gehad. En we hebben hier nog een soort computertje staan met de rode lampjes erop. En nee, nu is het cameraatje werkt vandaag niet. We zitten in een auto. Volgens mij doet hij het even kijken. Ja, we zitten in een auto. Dat is helemaal een complex product. Laat dan ook zien hoe zo'n ding robottechnisch in elkaar gezet wordt. Daar had ik het laatst al over. Prachtig filmpje over die volledig gerobotiseerde fabriek van die elektrische busjes van VW. Prachtig om te zien, vind ik dat. Ik kan een half uur achter elkaar naar kijken. Terwijl ze alsmaar hetzelfde doen, die robots. Hè, met van die typische robotbewegingen en zo. Oké, en als je die revoluties natuurlijk kent, kun je natuurlijk nu ook duiden in welke revolutie we nu zitten met alle technologieën. Ja, zeker. Die natuurlijk in allerlei opzichten een mondiale revolutie is. Want dat is we hebben nu juist weer een enorme discussie over hoe mondiaal het eigenlijk moet zijn. Moeten we afhankelijk zijn van de productie van medicamenten in India en China? Nou, liever niet, want als er problemen ontstaan, dan zitten we al heel snel met een praktisch probleem. Dat heel voor de hand liggende medicijnen niet meer leverbaar zijn, bijvoorbeeld. Hmm. En tegelijkertijd voel je ook wel aan dat in allerlei opzichten mondiale productieketens ook heel efficiënt kunnen zijn. En maak het lijstje nog eens af. Dat zijn dus de revoluties. Wat moeten we nog meer weten? Nou, vooral hoe die industriële revolutie tot stand is gekomen. Hmm. En dat die uiteindelijk wortelt in de wetenschap. In het feit dat we nieuwsgierig zijn naar hoe de wereld in elkaar steekt. We hebben het over die stoommachine gehad. Ja, je kunt geen stoommachine maken als je niet weet dat er luchtdruk is. Je kunt geen stoommachine maken als je niet weet dat het stoom ongeveer 1600 maal het volume heeft van het water waar die stoom van gemaakt is. Dat zijn essentiële dingen die je moet weten. En dat is een van de interessantste dingen, dat de mensheid enorm nieuwsgierig is en bovendien ook verslag legt van zijn onderzoek naar hoe die wereld in elkaar zit. Daar kun je over China heel aardig in betrekken, want dat is ook in allerlei opzichten ook technologisch. Ze hebben daar de industriële revolutie eigenlijk net gemist, maar voor de rest hebben ze alle hele nuttige dingen uitgevonden. Dat was maar de paraplu. En wat doen we met de conflicten in de wereld? In hoeverre moet je die meenemen? Nou, daar moet je wel uitgebreide aandacht aan besteden natuurlijk. Conflicten zijn er. Waarschijnlijk ook die jagersverzamelaars vermoorden elkaar ook op grote schaal, heb ik altijd begrepen. Dat jonge mannen zijn die werden daaraan besteed, om het maar even zo te zeggen. Kijk naar de gewelddadigheid van zo'n bavianengroep. Die is aanzienlijk. Dus ja, daar moet je natuurlijk wel aandacht aan besteden. Tegelijkertijd moet je uitleggen dat het idee dat het altijd oorlog is, of dat het noodzakelijkwijs volstrekt onvermijdelijk is, dat ook onzin is. Hier zou ik zeggen, iets minder zingen van het volkslied, iets minder vlaggenwimpel, iets minder hysterie over het nationale voetbal, zou wel heel passend zijn. En wat doen we met de recentere geschiedenis? Dus Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog? Ja, daar gaan we uitgebreid op in. Dat moet uiteraard ook meegenomen worden. Dat gebeurt nu volgens mij ook op grote schaal. Je begrijpt weinig van het huidige Europa als je niks weet van de Tweede Wereldoorlog. Dat was toen ik mijn ongelukkige ervaringen met die revolutieschool, hoe heet het ook alweer? De naam heb ik Freudiaans verdrongen. Ik zou gaan uitleggen hoe de Europese Unie tot stand was gekomen, maar al na 5 minuten begreep ik dat ze niets wisten van de Tweede Wereldoorlog. Dat ze niets wisten van de Duitse deling. Dus ik moest een kaartje op het bord gaan, niks wisten van de tegenstellingen tussen Frankrijk. Ik dacht al na binnen 10 minuten, deze toestand is totaal hopeloos. En de jodenhaat die zit er natuurlijk ook in, het antisemitisme, wat je mee moet nemen. Ja, maar je hebt allerlei varianten van het antisemitisme natuurlijk. Dat hoeft helemaal niet de gewelddadige en gemoordzuchtige variant te zijn die in Duitsland geleid heeft natuurlijk tot een infernale ramp, anders kun je het niet zeggen. Hmm.
En 9-11 en zo. Ja, we gaan even met reuzenstappen doorheen. Maar dat is natuurlijk ook wel iets wat bepaald is. Ja, zeker. Daar kun je heel goed een wat bredere uitleg aan geven. Dat we daar te maken hebben eigenlijk met de schok die de confrontatie met de westerse cultuur in veel derde wereldlanden veroorzaakt heeft. Want dat kan, laten we zeggen, opgenomen worden. Wat interessant, die wil ook graag een fiets of een auto. Nou ja, je weet, die willen vaak dezelfde dingen die wij ook willen. Maar tegelijkertijd is het daar vaak zien ze het als corrumpering. Zien ze de westerse welvaart en de typische westerse opvattingen, ook bijvoorbeeld ten aanzien van de gelijkheid van de vrouw, die zien ze als corrumperend en als gevaarlijk en bedreigend voor hun eigen lokale cultuur. Nou, hoppakee, daar heb je natuurlijk het grote probleem. Het interessante is dat je bij de Arabische landen kunt uitleggen dat ze ooit, laten we zeggen, in de voorhoede hebben gelopen van de culturele ontwikkeling. Ja, en dat ze op een moment, dat moet je dan eens uitleggen, de boot volledig gemist hebben. En ja, het slavernijverleden, dat is natuurlijk toch ook iets wat ergens voor. Jawel, maar dat moeten we ook niet overdrijven. Ja, dat is heel erg. Maar wat veel erger is, dat het deels nog steeds bestaat en dat we er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel aan doen. Ja, dus we zijn wel bezig om excuses te maken voor wat in het verleden heeft plaatsgevonden, waar we niets meer aan kunnen doen. Maar we zijn wat minder actief als het gaat om misstanden die nu nog bestaan. Hè? Wie weet zal een Nederlandse premier over 35 jaar zijn excuses moeten aanbieden voor die opvang van die arme asielzoekers in Nederland. Hè? Op een onbeschamende, onaangename wijze. Wat zijn de dingen waarvan je zegt, die kun je wel laten zitten? Dat is wel, nou ja. Nou, bonifaties zou ik zeggen, hoe gek het ook klinkt, omdat de hele discussie eigenlijk ontstaan was over bonifatie, zou ik zeggen. Bonifaties hoeven mij niet zo. Maar je zult wel iets in bredere zin moeten doen natuurlijk aan de grote religies. Waar zijn die vandaan gekomen? Waarom hebben ze zich op een bepaalde manier ontwikkeld? Dat moet je wel iets. Maar ik vind wel dat je moet zorgen dat het ook voor die leerlingen ook een zichtbare, aantoonbare relevantie heeft. Want dat heb je wel eens gezegd, van ga in je eigen omgeving gewoon kijken. Ga gewoon de stad in en je ziet daar al heel veel. Daar ben ik sowieso een groot voorstander van. Ja, dat ook als je in Utrecht, wat geen opwindende stad is. Maar ja, het is natuurlijk wel opvallend dat er een unieke kerktoren staat. Namelijk de Domtoren. Die was uniek toen die gebouwd werd. En in allerlei opzichten is die nog uniek. En het is misschien wel aardig om uit te leggen hoe dat ding hier zo gekomen is. Het was ook in de late middeleeuwen was het een soort wereldwonder. En je zegt, loopt het Wilhelminapark in, naar het Ja, op Wilhelminapark, ja. Heb je ook al een verhaal? Ja, laatst zat ik ook met mensen te praten over het Wilhelminapark. Toen vroeg ik, hoe oud denkt u dat het park eigenlijk is? We hebben geen flauw idee werkelijk, 0,0. Terwijl er volgens mij ergens een bordje staat, hoe oud het park is. Maar mensen dan ook op die bordjes kijken, dat is de vraag. Weet jij het? Ja, natuurlijk weet ik het. Dan zou ik het daar niet over gehad hebben, dat begrijp je toch zeker wel. Hoe oud is het dan? Het is van 1898. Het heeft allemaal een vrij curieuze geschiedenis ook. Het bestaat eigenlijk uit twee stukken. En het eerste stuk, het bovenste stuk, dus het noordelijke stuk, hebben ze vrij duur van Jonkheer Ram moeten kopen. En het zuidelijke stuk, wat nog steeds heel moeizaam afwatert, als je nu langs de grote speelwei rijdt, dan zie je dat het een heel moeras geworden is. Waarin die eenden ook enorm gelukkig aan het rondsnateren zijn. Door al die regenval. Dat hebben ze min of meer cadeau gekregen van de meneer van Boetselaar. Maar het probleem van die afwatering hebben ze nooit helemaal in de hand gekregen. En het gekke is dat de gemeenteraad. Want dat moest natuurlijk aangelegd worden. Het park moest een ontwerp gemaakt worden. En boompjes neergezet. En de gemeenteraad vond het eigenlijk te duur. Want zei de gemeenteraad, wie gaat daar nou zo ver, wie gaat daar nou zo wandelen in bij het Wilhelminapark? De mensen hebben al de singles, dat is toch al ruim voldoende, waarom zouden we dat eigenlijk moeten doen? Ja, tenslotte is het dus toch aangelegd. Het was ook weer interessant dat de PTT had geen zin om twee postbestellingen per dag te doen, moet je je voorstellen. In de stad kwamen er dus twee postbestellingen per dag. Nu mag je blij zijn als er twee per week zijn. En de stad is binnen de single? Ja, precies. Maar daar in die verre nieuwbouw, daar gingen ze één postbestelling was ruim voldoende.
Het is ook de met name die onbeschrijfelijke kleingeestigheid van die gemeenteraad. Dat is wel komisch om te lezen, ja. Ja, en ook nu is dit hoe het centrum. Hoe weet ik dit nou allemaal? Ik heb ooit een student gehad die een hele leuke scriptie over het Wilhelminapark heeft geschreven. Kijk, en nu is dit het centrum van de stad, hè? Als je hier woont, zit je heel goed. In zekere zin wel, want omdat het natuurlijk economisch gezien is dit een sterk stuk van de stad. Ja. Kun je je voorstellen dat Leidse Rijn dat over 50 jaar, 60 jaar ook is? Ja, dat zou maar niet. Dat zou best kunnen. Ik weet niet hoe dat... hangt er echt vanaf wie er gaan wonen en of dat het een beetje afwisselend is. En deze buurt, gek genoeg, is denk ik gebouwd voor mensen, zeg eens wat, leraren aan de middelbare school, een middenkader van de Nederlandse spoorwegen, die natuurlijk zijn hoofdkwartier had daar in die oude gebouwen daar bij het station. En dat zijn allemaal mensen die nu al lang niet meer kunnen wonen, om de eenvoudige reden dat het onbetaalbaar geworden is. Maar dat hangt weer samen met het feit dat we natuurlijk een ongelukkige bouwgeschiedenis hebben gehad na de Tweede Wereldoorlog. Dat we in allerlei opzichten, zeker de laatste decennia, niet hebben gebouwd wat we hadden moeten bouwen.